Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor de setup tour. Mijn kamer is zo goed alsof het ziet er gezellig uit. En ik ga mijn camera pakken van de mount. En dan laat ik jullie even zien hoe het allemaal eruit ziet. Laten we eerst even allemaal op het blauwe duimpje omhoog klikken. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Want dit is dus waar ik mijn video's opneem. En het is best wel een mooi setup geworden. Zo heb je een goed overzicht van mijn setup. Mijn bureau is 1:2. Dus een ontzettend groot en een diep bureau heb ik. En het is wel echt een ontzettend fijne werkplek. Dus dit is mijn, ja, gameplek. En dan hebben we ook natuurlijk nog een raceplek. Dus we hebben twee hele chille setups. Maar eigenlijk zijn ze wel een beetje, ze zijn geconnect en ze horen bij elkaar. En ze kunnen niet zonder elkaar. Maar daar komen we zo, dus blijf lekker kijken. Ik heb een triple monitor mount waar mijn drie schermpjes aan zweven, kan ik het bijna wel zeggen. En dat is de Newstar FPMA D700 D3. De kabels die gaan allemaal hier achter door die buis, achter het bureau. Dus zo heb je echt alle kabeltjes lekker weggewerkt. En daar hangt een ledstripje achter voor de gezelligheid. Ja, dan heb je een triple monitor mount. Maar dan heb je natuurlijk ook drie schermen nodig. Ik heb momenteel vier verschillende schermen. Dat is best wel shit. Dus het hangt niet dit stukje. Dit moet eigenlijk gewoon gelijk hangen, maar dat hangt dit helaas niet. Het linkerscherm is de BenQ RL2455. Gewoon 1 milliseconde responsiviteit is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En deze zijn allemaal 24 inch. Het middelste scherm is de Agon AG251FZ. Dit scherm heeft 244 Hz. Deze heeft maar 60, omdat ik die normaal op de PlayStation gewoon gebruikte. En dan hebben we hier rechts de BenQ XL2411P. En dat is een 144 Hz scherm wat eerst hier in het midden hing. En even een korte mededeling. Deze video is gesponsord door Elgato. En we geven momenteel een Stream Deck weg. Dus doe eventjes mee met die giveaway als je hem zou willen winnen. En die hebben we ook laatst weggegeven. Dus thanks Elgato. Laten we dan ook maar beginnen met de producten van Elgato. Dit is dus een Stream Deck. Die staat bij mij hier. Hiermee kan ik alles zien. Switchen. Ik kan mijn mic mute. Ik kan markers maken. Ik kan clipjes maken. En ik kan emotes spammen. En ga zo maar door. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden. Dus hiermee kan ik dat allemaal makkelijk controleren. Daarnaast heb ik hier de keylight van Elgato. Die gebruik ik om goede belichting te hebben bij het opnemen van mijn video's. En ja, dat is een soort LED-paneel. Die kan ik ook weer controleren met de Stream Deck. Dus dat is echt super handig. Normaal staat mijn camera hierop op de multimount met de flexkit zoals je ziet. En die is weer bevestigd aan mijn bureau. En met de Elgato Camlink 4K kan ik dus met mijn camera opnemen. En dat gaat zo. Er zit gewoon een HDMI kabeltje naar de Camlink. Die gaat naar mijn PC. Ik heb een USB kabeltje zodat mijn camera niet uitvalt na 30 minuten. En ik heb een dummy batterij zodat de accu niet leeg gaat. Dus zo kan ik onbeperkt met de beste kwaliteit opnemen. En dat is echt super chill. En het werkt ook voor streamen trouwens. Het is eigenlijk dezelfde stok als de keylight die aan je bureau klemt. Maar toen ik die al had, toen dacht ik echt van, yo, ik heb die stok gewoon nodig. En dan kan ik daar mijn camera op zetten. En dat is precies wat ze hebben gedaan met de multimount en de flexkit. Om mijn video's op te nemen maak ik gebruik van de Elgato 4K 60 Pro. Zoals je ziet zit hij daar in mijn computer. En daar stop ik mijn HDMI kabels in. En zo kan ik mijn gameplay opnemen. En wanneer ik onderweg ben kan ik natuurlijk niet mijn hele PC meenemen. Dus dan heb ik mijn Elgato HD 60S Plus altijd bij me. Hier gaan gewoon twee HDMI kabels in. En een USB'tje naar mijn laptop die ik dan meeneem met reizen. En zo kan ik onderweg ook video's opnemen en gameplay capturen voor jullie. Wil je nou de Stream Deck winnen? Klik even op het linkje in de beschrijving. Of wil je nou zelf wat kopen van Elgato al? Gebruik dan mijn linkje, zou ik super erg waarderen. En dit jaar komen er nog veel meer toffe giveaways aan, dus niet getreurd als je niet wint. De stoel die ik gebruik is een DX Racer Formula. Eigenlijk de kleinste stoel die ze hebben, omdat ik 1,75 ben en ongeveer 55, 56 kilo weeg. Dus dit is prima voor mij. Dan komen we aan bij mijn toetsenbord. Ik heb de Logitech G Pro en ik heb de G502 Wireless muis. Die is echt super chill. De G502 was altijd mijn favoriete muis. Maar nu dat ze een draadloze versie ervan hebben, is het nog veel chiller. En ik heb een Glorious muismat. Ja, die is ook wel heel erg chill. Ik heb hier ook nog een Logitech Brio verscholen. Voor als mijn camera het eventueel niet zou doen. En dan gaan we door naar mijn geluidssetup. Ik heb hier een Scarlett 2i2
mixertje staan. Daar gaat mijn microfoon in. En daaronder staat de microprocessor, de DBX286S. Die zorgt daar een beetje voor dat het achtergrondgeluid weg is. En dan hebben we de AT2035 als microfoon. En ik gebruik de Rode PSA1 microfoonarm daarvoor. Al jaren ben ik trouw aan Astro, maar met de A50 ben ik echt super blij. Dus wil je nou iets van Astro, gebruik zeker mijn linkje en dan krijg je ook nog eens 5% korting. Dit is de headset en ik kan het geluid van de PC en PS4 tegelijk horen, wat echt het belangrijkste voor mij is. En hij is draadloos, wat ook nog echt super chill is. Bij Call of Duty en Fortnite hoor je ook precies waar de voetstapjes vandaan komen. Dus dat is ook een van de belangrijkste dingen waarom ik een Astro gebruik. En hier is mijn Nintendo Switch dock en mijn Nintendo Switch. Maar ik heb hem de laatste tijd zoveel onderweg mee dat hij eigenlijk iets meer in zijn dock moet zitten eigenlijk. Maar hey, lekker onderweg meenemen. Super chill ding. En kijk eens even naar deze geweldige MXM controller die nog steeds te bestellen is gewoon bij Shockwave. En er zitten paddles onder, die kun je goed gebruiken bij Call of Duty en andere games waar je extra knopjes voor nodig hebt. En dat is wel zo'n beetje alles wat op het bureau staat. Of ja, voor onderweg heb ik dus ook nog deze Omen laptop. Ik heb vaak, of eigenlijk altijd, dit is echt mijn lifesaver voor alle vluchten die ik maak. De Bose Quiet Comfort, super chille headset. En ik heb hier mijn telefoon, de iPhone 11 Pro Max. Ook echt een top ding. Camera's zijn geweldig. En vooral de batterij, die is echt in de... Ja, iets wat ik nodig heb. Ik had eerst een iPhone 7 Plus. Nou, het is echt een zieke upgrade. En dit is nog mijn MacBook waar ik normaal altijd op studeerde. Maar hier doe ik ook nog allemaal mailtjes op en allemaal zakelijke shizzle. En dan hebben we hierachter nog mijn prachtige PlayStation 500 miljoen editie. En dan hebben we hierachter nog mijn PlayStation 500 miljoen editie. Hier staat wel echt een vervelend stekkerdoosje, maar die heb ik net nodig omdat dat kabeltje van die dummy batterij fucking kort is. En daardoor moet ik een stekkertje op het bureau hebben. Beetje jammer. En dan gaan we door naar mijn race setup. Die hebben jullie laatst natuurlijk al kunnen zien, maar ik zal hem nu ook even behandelen. En het muurtje wat mijn bed covered. Laten we bij het scherm beginnen. Dit is de BenQ GL2450. 1 milliseconde responsietijd. Eerste scherm wat ik ooit heb gekocht. Dan hebben we hier de Beast. De Unit. De Fanatec. Direct Drive Podium Wheel F1. Holy camoly. Dit is echt een ontzettende power unit, dat wil je niet weten. En ik heb een V2 stuurtje erop. Op dit stuur zit ook de Advanced Pedal Module. En luister gewoon. Dit klikt gewoon veel chiller en je hebt hier ook een clutch en twee flippers. Dus je kan die precies zo mappen als jij wil. Normaal zou dit stuur erop zitten, maar dit pookje deed een beetje gek. Dus ik heb een nieuw stuurtje gehad van Fanatec. Het stuur is zo krachtig dat ik handschoentjes gebruik bij het racen. Dan hebben we hier de V3 pedalen die ik nu gebruik. En ik vind deze heel chill, omdat het gaspedaal wat trilt wanneer je wheelspin hebt in Formule 1. En omdat ik niet op elk event loodcelremmen heb, is dit ietsje makkelijker om aan gewend te raken. Dus vandaar dat ik deze blijf gebruiken. Het frame is een Simlab TR1. En ik heb een Sparco Pro 2000 stoeltje. Die je eigenlijk ook in een echte auto kan gebruiken. Wat echt mega episch is. En dat is mijn Formule 1 setup. En dan hebben we hier mijn PC. Ik heb de Cooler Master Mastercase MC500M. De CPU is een i7-8700K. Het moederbord is een Z370 RS Gaming 7. Qua memory heb ik de RGB memory 16 gig. De cooler is een Master Liquid ML240R. En er zit een 2080 RTX videokaart in. De power supply is een PB650B. Dan heb ik nog een SSD van 256 GB erin. En dat is dan mijn PC. Ik heb laatst een GoPro Hero 8 gekocht, zodat we nog meer toffe autocontent kunnen maken. De camera waarmee ik film is een Canon M50. En daar heb ik een 1545mm. lens voor. En dit is de 11-22mm lens. Precies lekker wide angle. De mic die ik gebruik is de Rode Micro. En ja, dat is een beetje mijn setup. Dan heb ik hier nog een gezellig hoekje met allemaal toffe dingetjes. En ik heb laatst een Philips Hue LED strip gekocht. En dit lampje erbij voor wat meer sfeer. En eigenlijk het vetste wat hier nu staat is dit kleine miniatuurhelmpje van Max Verstappen. Echt super vet om ja, zo even een beetje een closer look te hebben naar die helm. En hier staat onze social award nog. Winnaar, beste gamer. Hoho. Van het textuurtje, wat Fortnite dingen. Groot. Dat was hem jongens. En dat was dan de video voor vandaag jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Smash even op dat blauw duimpje omhoog. En in de beschrijving staat nog een lijst van alle producten. Dus ja, laat vooral weten wat je van deze setup vindt. En wat jij liefst zou willen hebben. Abonneer voor meer en zie ik jullie heel graag de volgende keer jongens. Later.